Goedendag iedereen voor een nieuwe vlucht te Terneuzen. Ik ben hier aan de locatie van Snow World. Dat ligt enkele kilometers van het centrum van Terneuzen. Met aansluiting verder van de N62. Dat is ook de route voor richting Axel, Zelzaat en dan aan de andere kant de N60 is de route voor aansluiting N290. Dus hier even in beeld de N61, als ik me niet vergis, en dan ga je verder naar de N290. Dus ik kan die hier nog even in beeld brengen. Verder kan ik niet vliegen, want daar is het hospitaal zorgzaam en dat is een no-fly zone, een bepaald gebied. Maar bon, hier dus Snow World. Bijzonder interessant. Er stond ook in de krant dat men die winkelblokken onderaan zou willen verhuren, dat veranderen, want dat staat al ruim, zoals ik gelezen heb, 10 jaar leeg. Het is wel een super locatie, als je het zo ziet. Een pracht van een parking. Ik ga nog even eerst de omtrek doen van die locatie hier. Ja, er is veel wind. Hier ook prachtige beelden van de N62. Het is wel een drukkere route dan de N290. Bovenaan. Ik zeg beneden al die mooie winkelruimte. Het is een mooie locatie. Heeft wel momenteel nog geen openbaar vervoer op dat punt. Maar gewoon, dat weet men al lang. Is ongeveer 2 kilometer van de halte ziekenhuis zorgzaam. Prachtige beelden van de baan. Het is even rustig aan, maar ik zeg er is veel wind. En dan, ja, in de horizon kan je dan ook zien het centrum van Terneuzen. Ik dacht, het is toch wel ruim 5 kilometer naar het stadhuis. Nog even interessant, ik zeg, dit blok hier mooi in beeld te brengen. Ik zeg, vanuit de lucht heb je altijd wel een duidelijker overzicht. Dus hier aan de linkerkant, dus de N61, altijd rechtdoor, kom je aan de N290, dus ziekenhuis zorgzaam. En zo verder ga je naar Zaamslag, kan je ook naar Hulst gaan. Van dit punt 25 kilometer plus minus naar Hulst. Ik vlieg momenteel iets hoger, want het is natuurlijk de periode van de vogels. Dat is iets dat je altijd moet opletten bij het vliegen. Je ziet de vogels onderaan, die hebben ook hun route en die hebben ook voorrang als je het wilt. Ik zeg, voilà, hier ook nog wel even leuk, het bord hier in beeld.
wereld ter neuzen. Ik ga terug mijn stijging inzetten hier. Dan hier heb je ook wel iets interessants op gebied van het milieubeleid. Dat is die wereldbol hier, dus dat je ziet, midden van je scherm, die gemaakt is uit rest van plastieke flessen. En daar heb je ook uitleg over de vervuiling op aarde, op gebied van plastiek, afval en zo. Dus er staan er ook infoborden, dus bijzonder interessant om dat ook even te stoppen, wie dat hier nu langs zou komen met de fiets of met de wagen en zo. Dus ik heb een beperkte vliegroute hier, dus rechtdoor kan ik feitelijk niet vliegen. Dan heb ik het ziekenhuis en hier is het wel toegestaan, maar heel beperkt. Dus hier aan dat kruispunt, even naast de baan, kan men vliegen, maar dan wel meer bepaald tussen het industriegebied links en rechts. Dus het moet echt perfect in het midden zijn. En daar heb je ook de sporen van de goederentreinen. Dus daar mag je ook niet over vliegen op dat gebied hier. Omdat het is een risicogebied. Het is ook wel een rode zone. Dus er zijn gebieden dat men kan vliegen in gele zones, met bepaalde toelatingen of voorwaarden. Maar dus hier, linkerkant, industriezone, kan men feitelijk dus niet vliegen. En dus ook rechtdoor heb je dan de Kennedylaan, winkelcentrum ook. Voilà, ik ga nu terugkeren langs hier. Het is nog even interessant hier op, nu dat ik hier in die locatie ben, even dit boven te halen en in beeld te brengen. Zo, ik ga mijn landing inzetten, want de wind is iets feller al. Het begint ook opnieuw te regenen. Dus de weersomstandigheden zijn enorm van belang bij het vliegen. Zo beste mensen, ik ga deze video afsluiten hier met nogmaals het zicht op Snow World en dus ook het thema. Onderaan heb je ook dus deze geweldige ruimtes die leeg staan en misschien komen er hier wel winkels, winkelcentra's. Wie weet, wat toch ook even belangrijk, de mobiliteit. Ook wel dit, de toegankelijkheid voor iedereen. Zo, tot de volgende.